De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname, VVEPS, heeft zich wederom uitgelaten over homoseksualiteit en mogelijke erkenning van de LGBT-rechten. Ze belegde eerder deze week een persconferentie vanuit haar bezorgdheid over deze kwestie. De VVEPS stelt niet tegen de homoseksuele personen te zijn, maar dat zij wel een probleem heeft met de daad. Middels bijbelteksten is geprobeerd aan te geven dat homoseksualiteit verkeerd en onnatuurlijk is. Anderzijds worden daarmee ook gezondheids- en sociaal-maatschappelijke problemen gecreëerd. We houden van de persoon, maar keuren de levensstijl niet goed. We oordelen niet, dat is Gods taak, stelt VVEPS-voorzitter Carlo Misikaba. De LGBT'ers achten wij, respecteren wij en behandelen wij als mens. Wij hebben ze lief als alle andere mensen en ze zijn als alle andere mensen welkom in de gemeenten indien zij hun leven naar het woord van God willen inrichten. Wij keuren iedere vorm van mishandeling, vernedering, kwetsing en disrespect af tegen degenen die zich als LGBT identificeren. Als gemeente van Jezus Christus kunnen wij hun seksuele voorkeuren en handelingen tegen de achtergrond van Gods woord en dien ten gevolge blijven wijzen op hetgeen de Bijbel hierover zegt. Zowel wetenschappelijk als bij geboorte wordt het geslacht in de moederschoot bepaald. Wij geloven niet dat God fouten heeft gemaakt door een vrouw te plaatsen in een mannelijk lichaam of andersom. Voorzitter Misikaba ging ook in op mogelijke corruptie in de volle evangeliegemeenten, waarvan NDP-parlementariër André Misikaba eerder gewacht van maakte. Hoewel hij in eerste instantie niet wilde ingaan op de kwestie, geeft VVEPS-voorzitter Misikaba aan dat als er sprake zal zijn van corruptie in een van de volle evangelie- of pinkstergemeenten, deze in de eigen omgeving zal worden besproken en aangepakt. Nochtans vindt hij dat corruptie even zwaar weegt als homoseksualiteit. De lust, de begeerte om geld te hebben, om meer te hebben dan eigenlijk je verdient. En dat is ongecontroleerde lust en begeerte. Het valt onder zonde. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord? Ten aanzien van geestelijke die zich zondig maken hieraan. Ik ben God niet, ik ga geen oordeel vellen. Maar wij van het volle evangelie in Suriname. Wij die het woord van God prediken in geest en in waarheid. Wij waken over onszelf. Dat wij ons niet vergalopperen daarin. Carlo Misikaba, voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname. Hij sprak woensdag op een persconferentie in het KOB-gebouw. In een gisteren door het bestuur van het LGBT-platform Suriname uitgegeven verklaring stelt zij dat vrijheid van religie geen vrijbrief is voor discriminatie. Het platform vindt dat de VVEPS op de bewuste persconferentie geen nieuwe inzichten heeft laten horen. Dat in hun ogen toegeven aan homoseksuele gevoelens een zonde is, is hun mening en dat mogen ze natuurlijk hebben, vindt het platform. Waarvoor gewaakt moet worden, is dat de mening van de VVEPS wordt gezien als die van de hele Surinaamse gemeenschap en dat die mening vertaald wordt in een oordeel over de LGBT-gemeenschap. Volgens het bestuur van het LGBT-platform zou dit een fundamenteel beginsel zijn voor discriminatie. Ze prijst zich daarom gelukkig dat het ministerie van Justitie en Politie onderkent dat er sprake is van discriminatie jegens de LGBT-gemeenschap en dat ernaar wordt gestreefd deze weg te werken. De LGBT-gemeenschap kijkt derhalve uit naar de eventueel constructieve bijdrage die de VVEPS wil leveren in dit traject van antidiscriminatie ingezet door het ministerie.